Goed, goedenavond dames en heren. Welkom bij deel 2 van Tech Talk Late Night over internetvrijheid. En zoals elke maand bij Tech Talk Late Night, de kraak van de maand. Wat is er nu weer gehackt? Welke data liggen er nu weer op straat? En dat doen we natuurlijk met onze vaste gast die er elke maand weer is. Dames en heren, hartelijk applaus voor Brenno de Winter. Hey Brenno. Nou, welkom. Oh, je hebt je eigen laptop meegenomen. Ja, ik heb er ook een. Maar... Ja, nee, je hebt hele mooie dingen staan. Ik denk, ik neem er ook eventjes eentje mee. Dat komt zo meteen aan bod. Ja. Maar het was met het maandje weer wel, zeg. Ja, wat is er allemaal gebeurd afgelopen maand? Nou, het meest bizarre is dat ik in Rotterdam een apotheek ben binnengewandeld met een vuilniszak vol met hun eigenlijk administratie. Medicijnen, recepten... medicatielijsten, die je weet eigenlijk gewoon precies wat mensen hebben. En we hebben daar wat fotootjes van. Dat is wat je ja, wat ik je net bij het avondeten heb gegeven. Is dit? Oh, ik dacht, je krijgt straks weer een of andere naam. Ja, nou, dit is dus de apotheek waar het om gaat. Wat wel even leuk is om te vertellen, ik kom daar binnen. En vervolgens zegt ze, kunt u vanmiddag terugkomen? Dan sta je dus met een grote vuilniszak. Want de apotheker is er niet. Dan mag de hele apotheek namelijk niet open zijn. Nee. Maar goed, ik heb gezegd van, wilt u dan dat ik 2 uur lang door Rotterdam loop met deze zak? Nee, dat was toch ook weer niet de bedoeling. Dus ja, dat is dat. Nou, dit zijn de vuilniszakken waar het om ging. Die zaten ook vol met bier, dus ik denk dat ze een feestje hebben gehad. Nou, als je dan eventjes verder kijkt, ja, gewoon wat recepten, wat medicijnen. Okay. Een volledige medicatielijst, wat adviezen links en rechts. Hier... Zo'n beetje een heel stapel administratie. We hadden van 112 mensen exact toch wel een beeld van wat ze mankeerden. De medicatielijst is trouwens van een man die inmiddels is overleden. Oh, dat kon je ook zien. Ja, dat was in de categorie toch wel lullig. Want als je wat googelt, dan achterhaal je dat toch ook wel. Ja, dit is dus gewoon hoe met onze gegevens wordt omgesprongen. Hè. De maand daarvoor hadden we dat ziekenhuis waar die medische dossiers op de server stonden en waar het gewoon allemaal niet goed ging. 52 dossiers gelekt, de gegevens van 500.000 mensen gelekt, apotheken die er zo mee omgaan. En nu was afgelopen maandag de boodschap of u allemaal zo vriendelijk wil zijn om even toestemming te geven dat uw huisarts of uw ziekenhuis uw gegevens gaat uitwisselen. Denk er nou eens een keer heel goed nog over na. Want dat komt ook in die vuilniszak terecht, ja, natuurlijk. Dat is uiteindelijk de digitale vuilniszak die links en rechts rondslingert. Ja, en dat moet je dus gewoon niet willen. Dus ja, dat was één deel van het verhaal van deze maand. Okay. Zojuist is het nieuws dat MSN gaat stoppen definitief. Microsoft heeft dat bevestigd. Nou, dat vond ik toch ook wel even opmerkelijk. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet een hack. Het echte nieuws was de dreiging. Ja. Heel Nederland zou worden platgelegd door Anonymous. Digitaal demonstreren op internet en KPN, UPC en wat nog niet meer zei, dat werd platgelegd, want... Dat stond in een filmpje. En ik dacht van ja, als we nou toch wat met de zaal gaan doen, laten we nou zelf eens zo'n Anonymous filmpje gaan maken. Laten we nou zelf eens kijken hoe ingewikkeld het is om een dreigement af te leveren. En dan hè, want ik weet niet, als we eventjes naar YouTube kunnen en gewoon eens even op een Anonymous filmpje kunnen zoeken. Nou, YouTube. YouTube. Ja? Komt natuurlijk vooral bij TikTok. Ach, en wil to connect op die internet. Jullie zitten natuurlijk allemaal hier de wifi te spoeven. Nou, ja, nou goed, maakt niet uit. We kennen allemaal zo'n filmpje van zo'n persoon die er zit dan in zo'n pak met zo'n masker voor. Mm-hmm. En die dreigt dan. Nou, ik heb ook zo'n dreigement gemaakt aan het adres van TikTok uiteraard. Van deze keer zijn jullie te ver gegaan. Eerst hebben jullie... KPN geaccepteerd als een geldig hotspot. Nu accepteren jullie T-Mobile als een geldig hotspot. Want ja, 5 mensen hebben toch weer geconnect en gesurfd naar van alles. En ja, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Ik weet niet wie Roel Welling is. Ja, ik zou ook stil blijven. Marion. Oh, daar zit Marion. Ja. Hoi Marion. Is het je tweede iPhone? Nee, maar waarom noem je hem dan Marion 2? Geen idee. En waarom connect je nou naar mijn hotspot als ik vorige maand al heb uitgelegd dat je dat vooral niet moet doen? Omdat ik er niet was vorige maand. Omdat je er niet was vorige maand. Nee, altijd even een filmpje. Dus
Ja, want vorige maand, als je er niet bij was, had hij dus een nep hotspot neergezet. Ja. Hoe ging dat? Ja, toen had ik hem KPN genoemd. Nou, daar trapt iedereen in. Maar ik dacht van ja, heel veel mensen reizen ook met de trein. En dan heb je gratis internet van T-Mobile. Dus wat gebeurt er nu als ik mijn computer T-Mobile noem? En eigenlijk gebeurt hetzelfde. Behalve dat de sponsor het een beetje heeft zitten verpesten door op Twitter er voor mij te waarschuwen. Dat is dan weer een beetje jammer. Okay. Maar goed, we waren een filmpje aan het maken. Jullie zijn allemaal te ver gegaan. Jullie hebben T-Mobile als hotspot geaccepteerd. Dat betekent gewoon dat jullie de gevolgen moeten dragen. En wat die gevolgen zijn, dat laat ik dan eventjes in het midden. Maar ik vind dat een mooi... Dus ik heb een mooi dreigement. Nou, dan is er op de Mac... Ik weet niet of we even de microfoon kunnen pakken. Of die open is. Ik heb op de Mac nu een programmetje draaien. Waarmee je eigenlijk geluid kunt maken. En als je hem er dan eventjes boven houdt, ja, dan klinkt het zo. I thought you have gone too far this time. First you accepted KPN as your hotspot, now you keep connecting to the hotspot of T-Mobile. Because you use it in the train doesn't mean you use it at TikTok. You will have to accept the consequences of your behavior after the show is over. Wie is dit? We are anonymous. Dit is we gewoon, are dit is gewoon een stem die zo kunt afspelen in je Mac. Oh, nou, dus en had ik dus nu gedreigd om KPN, UPC of Ziggo of wat dan ook plat te leggen, dan was dus nu gewoon heel Nederland in verhoogde staat van paraatheid geweest. Want dat hebben we dus afgelopen maand gezien. Ja. We zijn dus bang voor een digitale stem uit een Mac of uit een andere computer. En daar gaan we dus voor in verhoogde staat van paraatheid. Want ja, het staat op YouTube, dus dan moet het wel zo zijn. En misschien is wel de boodschap van afgelopen maand dat we ons niet zo gek moeten maken, weet je. Een man in een pak met een mooi logotje ervoor en een beetje een rare computerstem. Ik zou er niet te veel conclusies aan verbinden. En een beetje wat relaxter met dat soort dingen omgaan. Want ja, de hele infrastructuur platleggen in het weekend, ja, een beetje ongeloofwaardig. En als het wel gebeurt, ga lekker uit eten of zo. Of ga nog beter zelf koken. Maar maak je in ieder geval niet zo dik om dit soort zaken. Ja. Want het is toch een beetje overdreven. En het is wel heel eenvoudig om zo'n dreigement te maken. En als je dat filmpje, en jammer dat dat net niet lukte. Maar als je dat filmpje ziet, dan zie je dus ook gewoon dat de hand niet overeenkomt met de tekst die wordt uitgesproken. Ja, nou, als je dat weet, dan denk ik van ja, wees dan toch wat voorzichtiger. Ja, want iedereen kan zo'n filmpje maken. Eigenlijk kan iedereen zo'n filmpje maken. Anoniem online posten is ook niet zo heel erg ingewikkeld. Nee, hoe doe je dat trouwens? Anoniem online posten? Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die je sowieso natuurlijk... Hè, als je toch naar de Pirate Bay wil kunnen, dan moet je toch een VPN hebben. Nou, als je dat toch al hebt, gebruik dat VPN. En dan ben je anoniem. En dan voor je websites als Hushmail, dan kun je dus anoniem een e-mailadres krijgen. Nou, dan is het vrij lastig te achterhalen wie dat is. Nou, dan upload je zo'n film met een fake dreigement. En dan gaat dus heel Nederland wordt nerveus. Eén Vandaag komt bij mij dan over de vloer filmen. En eigenlijk is er niet zoveel aan de hand. Dus oh, ja, om dit te doen, ja, en als we zo'n filmpje maken, kunnen we natuurlijk altijd zo'n masker nog opzetten. Oké. Dan kun je gewoon met zo'n maskertje op. Even kijken, dan die stem erboven en dan zeggen van... Ja, en dan lijkt het wat en dan zijn we volledig anoniem. Dus is TikTok. Ja, en dan zijn we volledig anoniem, want niemand herkent ons. En that's it? That's it. Dus daar gaan we nog heel veel van krijgen, van dat soort rotfilmpjes. Ja, we hebben er al aardig wat gehad, maar ik denk dat we er nog wel een paar gaan krijgen, ja. Oké. Nou, dan zullen we een paar op het Facebook-site zetten. Is hartstikke leuk om even te bekijken. Ik een beetje onbeschoft. Ik zal ondertussen even op Twitter te kijken. Ja, dat is misschien ook wel leuk. Lieke Hoogveen was het. Kun je me even aanzetten? Ja. Ja. Lieke, hè, die heeft van de SCDM, waar zit je? Ja, ja, ja. En dan meteen door met zijn nep-T-Mobile. Ja, maar zo leren ze het nooit, hè? Nee, sorry. Nee, maar dat moet je nog even uitleggen inderdaad. Want ik snapte het zelf ook niet helemaal hoe ik dat nou kon uitzetten. Hè. De vorige keer gingen dus heel veel telefoons gingen via KPN. Ook die van mij. Ja, daar sta je dan in je hemd. Maar hoe zet je dat uit, dat die telefoon dat niet automatisch doet? Nou, je kunt sowieso standaard wifi uitzetten. En als je connect, je kunt ook zeggen van elke keer als ik connect, moet mijn telefoon dat aan mij vragen. En als je dan op een rare plaats bent en je hoort het niet te hebben, dan heb je eigenlijk al een probleem. En eigenlijk is het verstandig om altijd een VPN te hebben. Dus altijd zo'n account te hebben waarbij je dus toch inlogt, zodat ook het verkeer wat langskomt, toch anoniem blijven. Want bijvoorbeeld Marcel, die had mij meteen door en die zegt, hoe kan het zijn dat jouw laptop is geconnect? Ik zeg, nou, omdat hij het hotspot is. Maar Marcel kan dat dus ook zien, omdat hij het
dat verkeer dus kan zien langskomen. Dus dat komt onversleuteld langs. Dus ook je e-mailbericht met een beetje pech. Okay. Dus ook de websites waar je naartoe surft. Nou, dat is pijnlijk genoeg. Dus eigenlijk is de boodschap, als je met draadloos werkt, gebruik een VPN. Oké. Okay. Een VPN. En dat is, hoe kom je daaraan? Ja, voor de duidelijkheid? Nou, je hebt een heleboel. Google eventjes op VPN. En dan het besturingssysteem wat je gebruikt. En dan zie je echt een batterij aan mogelijkheden. Voor een eurotje of 5 per maand heb je dat geregeld. En als je dan veel met de trein reist of veel op KPN-plekken bent, dan in ieder geval heb je dat beetje versleuteling. En ben je veiliger. Want voor hetzelfde geld ga ik een keer op een station zitten en het daar doen. Ja. Dan doe ik het niet met directe toegang. Maar dan laat ik je inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord of met je creditcard. En die kun je dus ook afsnoepen. Ja, en dan heb ik dus je creditcardnummer te pakken. En als ik de creditcard van jou te pakken heb, nou. Ja, daar staat heel veel op. Ja, dat is dan ook wel weer waar. Maar dan pak ik gewoon die van Gerben. Kijk eens aan. En dan loop je toch binnen. Goed. Het is in ieder geval het is een eenvoudige manier van identiteitsdiefstal. We kunnen erop wachten dat dit soort dingen verkeerd gaan. Dus ik denk dat het gewoon heel verstandig is om die les gewoon te leren. Ja, goed. Die les hebben we inmiddels wel geleerd. Ja, en volgende maand gaan wij samen wat doen, hè? Nou ja, volgende maand dan is het thema dus veiligheid. Dan gaan we de hele avond gaan we hacken en dat soort dingen. Dus dan kunnen we helemaal los. En dan is HCC is dan de partner. Dus, wij gaan her en der Nederland in binnenkort. Dus ja. Be afraid. Be very afraid. Als u ons ziet, pas op. Goed. Dat was hem. Dat was hem. Hartelijk dank. Brenno de Winter. Yo. Goed. Ja, er wordt lekker flink getwitterd, dames en heren. Tof. En dan kunt u natuurlijk ook straks zo'n prachtig boek krijgen. Ik had het al gezegd, in Baku is een belangrijk internet governance forum bezig. Alle mensen over het internet aan het discussiëren, wat allemaal kan. Dat drukte ook een beetje het programma. Want ik had eigenlijk 2 Europarlementariërs hier willen hebben die daarover gaan. Maar die zitten daar. Nou, gelukkig was Judith Sargentini, die is van GroenLinks, bereid om een videoboodschap voor ons in te spreken over netneutraliteit, al dat soort onderwerpen. Want als klein land als Nederland kun je wel een vuist maken, maar ja, wie zijn wij? Internationale afspraken heb je toch Europa nodig. Dus we krijgen nu even een korte videoboodschap van Judith Sargentini. Hallo allemaal. Sorry dat ik niet bij jullie kan zijn in het paard van Troje. Met deze video kan ik jullie toch wat vertellen over mijn strijd voor netneutraliteit in het Europees Parlement. Netneutraliteit is een basisprincipe van het internet. De vernieuwende kracht van het internet is eraan te danken. Netneutraliteit betekent dat gebruikers toegang hebben tot alle informatie en alle diensten die het internet biedt. Tussen personen zoals de providers bij wie je toegang tot het internet koopt, mogen informatie en diensten niet blokkeren of vertragen. Dat gebeurt helaas wel. De netneutraliteit staat onder druk. Vooral de bedrijven die mobiele toegang tot internet leveren, maken het bont. Je koopt een abonnement voor mobiele telefonie met internet, maar dan blijkt dat je met dat internetabonnement niet kunt skypen of whatsappen, tenzij je er extra voor betaalt. Zulke blokkades zijn helaas schering en inslag in heel Europa. Vanuit het perspectief van telefoonbedrijven best logisch. Als hun klanten vaker telefoneren via Skype of berichtjes sturen via WhatsApp, verdienen ze natuurlijk minder aan je telefoontikken en je sms'jes. Maar deze blokkades staan innovatie in de weg. Ze jagen consumenten op kosten, ze gaan ten koste van je privacy. Want om te bepalen welke bits en bytes ze wel of niet doorlaten, moeten providers de inhoud van je dataverkeer inspecteren. Bovendien, het blokkeren van bepaalde diensten legt de bijl aan de wortel van het internet. Wie toegang tot het internet koopt, moet het hele internet krijgen en niet een stukje ervan. Anders kunnen we niet met nieuwe diensten doorbreken. Anders komt ook onze vrije toegang tot informatie op het spel te staan. In Nederland nam de Tweede Kamer vorig jaar een motie van GroenLinks aan. Die drong aan op wettelijke bescherming van netneutraliteit. Ook maakte de Kamer een amendement op de telecomwet. En sindsdien is Nederland na Chili het tweede land ter wereld dat netneutraliteit in de wet verankerd heeft. En wanneer die wet ingaat, in 2013, mogen bedrijven als KPN en Vodafone je niet meer beletten om te skypen of te whatsappen met je mobiele telefoon.
En als je bijvoorbeeld een fanatieke gamer bent via vaste breedbandverbinding, dan mag je provider al dat dataverkeer ook niet expres vertragen. Nederland is een koploper in netneutraliteit en daar mogen we best trots op zijn. En Europa is nog niet zo ver. De eurocommissaris van het internet, Nelly Kroes, is gevoelig voor de lobby van de grote telecombedrijven. Die klagen bij haar over teruglopende inkomsten. Hoewel een meerderheid van het Europees Parlement haar in 2011 opdroeg om de netneutraliteit te beschermen, heeft Kroes nog steeds geen wetsvoorstel ingediend. Sterker nog, het lijkt erop dat ze de Nederlandse netneutraliteit wil saboteren. Bij mij ging een alarmbel rinkelen toen ik dit voorjaar een voorstel van Ethno, de Europese Club van Telecombedrijven, zag. Ze wilden via de Verenigde Naties regelen dat er een soort tolweg op internet zou komen. Bedrijven die veel dataverkeer genereren, zoals Skype of YouTube, zouden daarvoor moeten gaan betalen aan internetproviders in ruil voor extra snelle doorgifte van hun bits en bytes. Dat zou van de netneutraliteit een lachertje maken. Stel dat YouTube niet wil betalen, dan wordt de doorgifte van YouTube-filmpjes vertraagd. Maar stel dat YouTube wel wil betalen, dan wordt het bedrijf bevoordeeld boven concurrenten. Goede kans dat op dit moment ergens in de wereld de opvolger van YouTube wordt ontwikkeld. Misschien door een kleine start-up, de WizKids met geniale ideeën, maar met weinig geld. En die starters hebben veel minder kans om door te breken en een serieuze concurrent van YouTube te worden, als ze fors moeten betalen om met diezelfde snelheid gebruikers te bereiken. Het Ethno-voorstel is funest voor het vrije internet. Het is een echt paard van Troje. Ik heb nu 3 keer vragen gesteld aan de commissaris Kroes. 2 keer was ze vaag en leek ze Ethno te steunen. Pas na mijn 3e setje vragen veroordeelde Kroes de tolweg op internet. Toen had de Amerikaanse regering het plan van Ethno al lang veroordeeld. Het was duidelijk dat het niet veel kans meer zou maken bij de VN. Kroes steunt Nederlandse netneutraliteit, schreef Brenno de Winter enthousiast op nu.nl. Brenno, dat was te vroeg gejuicht. Want even later bleek dat Kroes de Nederlandse regering om opheldering vroeg over de nieuwe telecomwet. Dat zou kunnen uitlopen op een rechtszaak van Kroes tegen Nederland, tegen onze netneutraliteit. Ik heb er meteen weer een setje vragen tegen aangegooid bij Kroes. En ik sta klaar om het offensief te starten in het Europees Parlement. Voor netneutraliteit naar Nederlands model. Ik denk dat we die strijd kunnen winnen met jullie steun. Brussel is net als Den Haag. Een strijdperk tussen tegengestelde belangen en conflicterende idealen. Kroes is van de VVD, ik ben van GroenLinks. En dat is niet één pot nat. Niet in Den Haag en niet in Brussel. Jouw stem doet ertoe, ook bij de Europese verkiezingen in 2014. Ik wens jullie een vruchtbare discussie toe. Dag! Ja, geweldig. Ja, leuk dat dat kan, hè? Europa is altijd een beetje abstract voor ons. We hadden het idee van, nou ja, er gebeurt helemaal niks, maar er gebeurt heel veel. En het is dus ook een dienst van het Europees Parlement om ja, mensen als wij wat meer te betrekken bij wat ze daar doen. En als ze niet in Baku had gezeten, was ze ook gewoon hier geweest, hoor. Gold trouwens ook voor Marietje Schaken. Die had op de valrip ook nog een videoboodschap, maar het programma is altijd zo vol. Die staat gewoon op YouTube, op ons kanaal. Wat misschien ook wel leuk is om te vermelden, Marietje Schaken van de D66, het Europees Parlement. Die had 28 september, mocht hij ook op een grote rode knop drukken. De lancering van het Internet Protection Lab. Die zorgt er dus voor dat mensen over de hele wereld toch nog toegang kunnen krijgen. Dat is door Hivels, door allerlei clubs, maar bijvoorbeeld ook Access for All. Nou, dat zijn de volgende gasten, want we gaan het nu hebben over de Internet Service Providers. Dat zijn de mensen die u toegang geven tot internet. Hoe gaan zij om met blokkades? Hè, met dreigingen, met rechtszaken, met brein, al dat soort dingen. De Internet Service Providers, eigenlijk misschien wel de allerbelangrijkste partijen om het overeind te houden van het internet. Mag ik daarom een hartelijk applaus voor Margreet Verhuls van Access for All en Machiel Bolhuis van Ziggo. Welkom. Ja, Margreet, welkom. Ja, je had al verteld, je bent in je laatste week voor je zwangerschapsverlof, hè? Ja, klopt. Ja, tof dat je er toch nog bent. En kindje kan dan al luisteren, hè? Ja, dus pas maar op wat je gezegd wordt. Ja, het is erbij. Fantastisch. Nou, toch tof dat je er bent. Michiel Bolhuis, tof dat je er ook bent, van Ziggo. Ja.
Access for All. Dat filmpje van die Anonymous, hè, die nare kerel van 16 die dan ook jullie ging lopen bedreigen, terwijl jullie toch zo je best doen voor internetvrijheid. Hoe viel dat bij jullie? Nou, we hebben het wel serieus genomen, want je kan beter het zekere voor het onzekere nemen. Er waren natuurlijk wel enige indicaties of dat nou de echte Anonymous waren of dat het een soort fake iets was. Maar goed, we hebben wel alles in stelling gebracht om zeker te zijn dat we iets zouden kunnen doen als het... zeker voor het onzeker. Ja, bij jullie ook? Of dacht je van flauwekul? Ja, toch nee, zeker voor het onzeker. Tuurlijk, je wil gewoon wel je eigen netwerk altijd zeg maar, beveiligen. Dus ja. Je moet altijd wel opletten. Ja, ja. Oké. Dat filmpje was naar aanleiding van dat brein had een rechtszaak aangespannen. Dat allerlei blokkades van het PARBB. Daar gaan we het straks nog even uitgebreid over hebben. Maar eerst even die toegang in vreemde landen. Access for All was wel echt heel heroïs toen we dus de Arabische lente kregen. Werd het internet platgelegd in Egypte. Access for All heeft een soort van inbellijn toen klaargelegd. En dat was eigenlijk ook een beetje de start voor de Internet Protection Lab. Dat jullie ervoor zorgen dat mensen over de hele wereld toch toegang hebben tot internet. Kun je er iets over vertellen, Internet Protection Lab? Ja, het is inderdaad een beetje gekomen van de gedachte van Access for All is toegang voor iedereen. En in Nederland hebben we dat inmiddels allemaal wel. En het zou wel mooi zijn als iedereen dat ter wereld zeg maar, heeft. Bij de Arabische lente bleek door inderdaad oude inbelverbindingen ter beschikking te stellen dat je dus gewoon op zo'n moment, ook al was het een simpele oplossing, toch iets kan betekenen. Vorig jaar is toen internetvrijheid eigenlijk door de minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk groot op de kaart gezet in Nederland. En er zijn allerlei mensen bij elkaar gekomen, Hillary Clinton was er zelfs, wat op zich allemaal hartstikke mooi is, alleen wat me opviel was... we moeten zorgen dat het niet alleen maar woorden zijn, maar ook echt daden. En daar liepen nog meer mensen rond die dat zo vonden. Dus bijvoorbeeld HeForce en Free Press Unlimited. Die strijden eigenlijk altijd al voor internetvrijheid en zeker overal ter wereld. Dus hebben we eigenlijk de handen ineen geslagen. En hebben we gedacht, we moeten in actie komen. En daar is het Internet Protection Lab uit ontstaan. En wat we eigenlijk concreet proberen is, zeg maar... journalisten en bloggers en activisten te zorgen dat zij zeg maar, toegang hebben tot internet als ze, op het moment dat ze bedreigd worden. En dat willen we doen door bijvoorbeeld hun trainingen te geven, hoe ze daarmee om moeten gaan, door ze alternatieve verbindingen te geven op het moment dat het misgaat, dus satellietverbindingen, inbelverbindingen en beveiligde platformen, zodat ze inderdaad niet door DDoS-attacks worden aangevallen. Sorry. Demonstreren op die manier kan dus bij hun niet. Ja. Nee, dus dat is eigenlijk het plan wat we hebben opgevat om dat samen te doen. En we werken ook met andere partijen samen. Dus we zoeken eigenlijk mensen die of kennis hebben, wetenschappers die onderzoek kunnen doen, andere bedrijven die mee willen doen om middelen inzetten. Maar ook donateurs die gewoon financieel dit mogelijk maken. Want waarom heet het eigenlijk een lab, laboratory? Is het eigenlijk gewoon een service? Een lab is eigenlijk omdat we dus met verschillende partijen werken en dus echt van alles willen gaan doen. Wat het idee ook is bijvoorbeeld Ethiopië is een land waar je op dit moment veel zou kunnen betekenen. Want iedereen denkt meteen aan Syrië of Libië of zo, maar dat is ook best gevaarlijk. Dus hoeveel kan je daar doen? Ja. Ethiopië is een voorbeeld van een land zeg maar, in ontwikkeling waarvan je kunt zeggen, nou daar kunnen we ook echt iets. En daar zouden we dus kunnen kijken van wat is daar het probleem, wat kunnen we met al die partijen zeg maar, doen. En aan de hand hoe dat loopt in zo'n land, kun je dus als je het volgende land gaat helpen, het weer ontwikkelen en nog beter doen. Dus dat is een beetje het idee ook van het experimenteel ontwikkeling en dat soort dingen. Ja. Goed, Zico is wat minder activistisch, maar natuurlijk ook een hele grote internet service provider. Maar jullie doen ook maatschappelijke dingen. Hè? In jullie maatschappelijke paragraaf staat een soort award voor open samenleving. Ja, nee, klopt. Nee, we hebben sinds vorig jaar eigenlijk is de prijs voor de open samenleving, de CICO-prijs voor de open samenleving, die is vorig jaar voor het eerst uitgereikt. En dat staat voor eigenlijk elk initiatief wat erop gericht is om de participatie en de betrokkenheid van de burger bij de samenleving te vergroten, te verbeteren. Vorig jaar is die gewonnen door de IDC Weekendschool. Dat is een school die zich richt op het aanvullend onderwijs voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Dus door middel van beter onderwijs hebben ze betere kansen later. Ook Bits of Freedom was vorig jaar genomineerd. Dat spreekt natuurlijk voor zich. Mm. Dus eigenlijk, het beperkt zich niet alleen tot internet. Maar eigenlijk elk initiatief wat de betrokkenheid van de burger kan vergroten.
toegang tot informatie, et cetera. Een andere genomineerde was vorig jaar bijvoorbeeld ProDemos. Dat is een stichting die zich richt op de democratische rechtsstaat. Die geeft heel veel rondleidingen bij de Tweede Kamer. Hoe werkt nou een democratie? Hoe werkt de Tweede Kamer? Dus ook dat soort initiatieven moet je aan denken. En iedereen kan zich aanmelden. En 20 november tijdens het CICO-congres vindt de uitreiking van de tweede prijs plaats. Dus dan, hoeveel krijgen ze? 10.000 euro. 10.000 ja. euro. Ja. En dus natuurlijk eeuwige aanzien. Roem. Absoluut, absoluut. Okay, ja, absoluut. Hartstikke mooi. Eén ding hebben jullie gemeen. Vorig jaar, misschien heeft het ook al in de krant kunnen lezen, is Stichting Brein, een rechtszaak, begonnen in het begin tegen jullie twee, maar ook tegen andere internet service providers. Omdat de Pirate Bay, die kent u misschien wel, dan kun je gratis muziek, films en dat soort dingen downloaden, via jullie bij de mensen thuis kwam. Nou, ze kwamen er niet vanaf hè, om nou al die mensen thuis te gaan bezoeken. Die Pirate Bay die stond ook steeds weer ergens anders. Dus ze dachten, kom, we gaan eens even die ISP's aanklagen. En we schetsen onze verbazing, ze wonnen. Dus jullie moeten die internetnummers, hè, die IP-adressen van hun blokkeren. Nou, vervolgens namen ze weer een nieuw IP-adres. En nou ja, nu hebben ze het geloof ik ergens in de cloud gegooid. Dus dat is helemaal niet meer te blokkeren. Maar wat ik nou zo fascinerend vind, het internet is eigenlijk iets heel anarchistisch. Hoe kan nou een stichting in Nederland jullie daartoe dwingen? Hoe werkt dat? Nou, juridisch of technisch gezien, maar... Ja. Ja. Wij verbazen ons daar ook nog steeds over. op zich is het natuurlijk zo dat de Brein is een stichting die eigenlijk optreedt voor de entertainmentindustrie en in die zin voor private partijen. En hoewel Brein inderdaad in de media het in die zin altijd wel netjes weet te brengen dat het lijkt alsof ze een opsporingsdienst zijn, is dat niet zo. En zij hebben dus voor hun achterban eigenlijk een procedure aangespannen tegen, zeg maar, in eerste instantie Ziggo en daarna ons, om te kijken of die blokkade zou kunnen. En ja, dat kan je natuurlijk in Nederland doen, maar het is wel heel bijzonder. En wat het bijzondere maakt, vinden wij nog steeds van de vorige uitspraak, is dat zo'n private partij ook, kijk, nu heeft de rechter geoordeeld dat ze moeten blokkeren, maar in het vonnis staat ook dat Brein iedere keer als er een nieuw IP-nummer wordt gebruikt of een domeinnaam, dat ze dat kunnen aanvullen. En dan moeten wij dat maar gaan blokkeren. En dat vinden we wel heel vreemd, dat in een democratische samenleving zo kan. Dus dat een rechter dat niet bepaalt, maar dat gewoon een private instantie kan beoordelen of iets wel of niet kan in Nederland. Ja. Andere kant van de zaak is natuurlijk intellectueel eigendom. Je maakt als artiest iets of als filmmaker. Daar moet op de een of andere manier voor betaald worden. Hebben jullie bij CICO misschien ook andere modellen dat op een andere manier daarvoor betaald wordt en dat je niet van die vervelende rechtszaken krijgt? Nou, daar richt je natuurlijk wel op. Hè? Van dit is natuurlijk pure juridische procedure. Wat ook van belang is dat je natuurlijk probeert nieuwe businessmodellen te ontwikkelen. Waardoor je dus niet zo'n repressieve maatregel hoeft te nemen, maar dat je gewoon probeert op een andere manier geld te verdienen. Een van de dingen, of een aantal dingen hebben we gedaan. Zo hebben we de CICO Dome natuurlijk recent in gebruik genomen. We hebben de CICO Muziekdienst. Hè, dus dat zijn allemaal diensten dat je samen met de contentindustrie, samen met de entertainmentindustrie probeert nieuwe modellen te ontwikkelen om op nieuwe manieren geld te verdienen. Dus dat is ook misschien iets meer constructieve bijdrage. Maar goed, het is... Kijk, ik denk dat de meeste mensen zoekende zijn. En dit is in elk geval één. Ja. Nou, bij TikTok hopen we altijd op hoor en wederhoor. Hè. We willen alle partijen aan het woord laten. We hebben hard gezocht naar voorvechters. Ik heb Stichting Brein heb ik benaderd met mailtjes. Ik heb gebeld. Ik heb ook de Buma Stemrij heb ik ook benaderd. Van, goh, zouden jullie hier kunnen komen uitleggen waarom jullie dit doen? En kan het misschien anders? Ik zal je de details besparen, maar de antwoorden die kwamen eigenlijk neer op, je bekijkt het maar. Echt niet vriendelijk, laat ik het zo zeggen. Wat verklaart die reactie van dergelijke organisaties? Ik bedoel, willen zij de discussie niet aan? Of? Ja, onduidelijk vind ik. Kijk, ik kan mijn... Je zou dat moeten interpreteren. En misschien dat ze zelf vinden dat ze geen goed verhaal hebben. Of dat ze gewoon de publieke opinie tegen hebben. Want dat is toch een... Ja, het open internet is toch belangrijk. Wordt politiek ook belangrijk gevonden. Dus je wordt misschien niet populair. Ja... Dat zou, Wat is jouw verklaring? Ik denk je dat toch beter aan Brein kunt vragen. Maar ja. Je kent ze inmiddels, je hebt wel heel veel rechtszaken met ze uitgevochten. Dus, ja. Ja, nee, ik ken de argumenten ook wel. Maar ik denk dat zij degene zijn die dat zouden moeten beantwoorden. Ja, in die zin. Ja. Oké. Okay. Ja, we gaan straks met een muzikant praten. Of er misschien ook andere manieren zijn om toch geld te verdienen aan muziek. Tot slot, als hij of zij straks geboren wordt,
gaat natuurlijk ook het internet op. Meestal rond een jaar of 6, 7, 8 beginnen ze wat te surfen. Hoe zal het er dan uitzien? Is het dan nog steeds het vrije open internet? Of is het dan helemaal dichtgetimmerd? Of is het dan een puinhoop? Of hebben we iets heel nieuws? Wat is jouw verwachting voor de toekomst? Ik denk met de blokkades op dit moment, zeg maar, zitten we in een situatie, een soort nek-aan-nek race, denk ik zelf nog steeds. Van aan de ene kant, ja, er wordt gezegd dat downloaden in Nederland zeg maar niet mag, maar dat mag nog steeds. Alleen mag je niet uploaden. Daar wordt zeg maar, door de overheid een voorstel gedaan om een downloadverbod zeg maar, in werking te stellen. Dat zou met zich meebrengen dat je inderdaad ons zou kunnen aanspreken omdat mensen iets onrechtmatigs doen. Maar aan de andere kant zie je ook de ontwikkeling dat bijvoorbeeld een Spotify er is en dat een mooi businessmodel is wat uiteindelijk ook werkt. Weet je, het is de eerste keer dat zoiets gebeurt, dus misschien moeten we nog wel wat wijzigen in dat de rechten toch wat makkelijker geregeld kunnen worden voor dergelijke diensten en de prijs en zo. Maar op zich is dat ook zeg maar, iets goeds wat er aan de hand is. Dat blijkt ook uit een rapport wat laatst is uitgebracht. Een filesharing rapport waaruit blijkt dat dat soort diensten zeg maar, toch echt iets toevoegen en dat daardoor mensen minder zeg maar, downloaden uit de illegale bron. En ik denk dat wij nu in die situatie zitten dat van welke gaat winnen, zeg maar. Wat jammer zou zijn als je die businessmodellen niet die kans zou geven. Die hebben nog net wat meer ruimte nodig, denk ik. En ik denk uiteindelijk dat iedereen wel zal beseffen dat blokkeren gewoon niet zoveel zin heeft. Want in die zin, ik werk bij Exvol, ontzettend veel techneuten. En inmiddels weet ik dat technisch zeg maar alles mogelijk is. Okay. Dus ik denk dat in die zin de techniek het altijd zal winnen van wetgeving, omdat dat veel trager is. Dus in die zin ben ik er nog niet zo bang voor. En het zou ook zonde zijn om dit internet stuk te maken, dat we met z'n allen nieuw moeten beginnen. Maar okay. In die zin ben ik nog hoopvol. Achiel, jouw verwachting, de komende 5 tot 10 jaar, blijft het internet vrij en open zoals het nu is? Of krijgen we meer blokkades? Of wordt het meer rommel? Nou, je ziet internationaal wel dat verschillende overheden natuurlijk allerlei pogingen doen om het internet te reguleren. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben die hele 3 strikes out benadering. Dus als je 1 keer een mp3'tje downloadt, krijg je waarschuwing. En bij de 3e keer wordt je internetverbinding afgesloten. Dus aan de ene kant kan je negatief zijn. Maar ik denk toch dat de kracht van het internet en ook de innovatieve kracht van het internet, nieuwe businessmodellen uiteindelijk, ik denk dat wel zal zegevieren in die end. Okay. En wat Margaret ook al zei, met muziek zie je natuurlijk al, met Spotify, met iTunes, dat daar wel de eerste stappen worden gezet richting nieuwe verdienmodellen. En ik denk dat de audiovisuele sector ook wel volgt. Ja. Alleen het heeft wat tijd nodig. En wat trial and error. Hè. Je moet het natuurlijk een aantal keer proberen voordat je het juiste model hebt, denk ik. Okay. Maar je moet denk ik in die zin, om dat nog toe te voegen, echt naar een win-win situatie. En ik denk dat nieuwe businessmodellen voor iedereen zeg maar, succes kan betekenen. En blokkades en beperkingen levert niemand iets op, denk ik. Dus. Oké, gewoon niet doen. Nieuwe businessmodellen. Ja. Precies. We gaan ervoor. Hartelijk dank. Margaret Verhulst, Michiel Bolhuis. Ja. Goed. Ik ga dan even wat plaatjes bijhalen als u het goed vindt. Ik zie dat er ondertussen nog leuk getwitterd wordt. We komen straks natuurlijk nog even, want er valt natuurlijk een boek te verdienen. Zo. Kun je hem even aanzetten, want ik zal zo vertellen wat dit is. We hebben het de hele tijd over copyright, hè? Hoe werkt zoiets nou? Als je nou een muziek herbruikt van anderen, wat kost dat nou eigenlijk? Hè? Hoeveel zou zo'n artiest nou al moeten verdienen? En zo'n Buma Stemra en Stichting Brein gaan dus achter je aan om dat terug te halen. Dus ze doen een aantal dingen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n harddisk schijf waar ik dan de video's van TikTok van Andries krijg en overzet. Dan moet ik dus €5 extra voor de aanschaf betalen. Dat is de thuiskopieheffing. Hè? Dat is 1 manier van geld binnenhalen. Inderdaad, rechtszaken, je moet licenties betalen, dus het gaat allemaal in die pot en er worden artiesten van betaald. Maar laten we een experimentje doen. Het spel is iets bekends, iets, gewoon een nummer waarvan je denkt, van, nou, dat kennen we allemaal wel. Ja? Ja, doe die maar, ja. Oké, nou, ik heb ze gevraagd om even onder de 7 seconden te blijven, want als je daar boven komt, dan moet je betalen. Maar stel dat ze hebben precies 7 seconden gespeeld. Wie kent dit? Metallica, hè? Metallica. Ja, Enter Sandman. Nou, Metallica, dat was een van de bands die in de jaren 90 echt heel agressief tegen
illegale downloads tekeer ging. Vandaar ook in het begin bij een Facebook-filmpje inderdaad die huilende drummer die dan niet zijn 24e verdieping kon kopen. Nou, ik heb buurman Stemraar gebeld. Wij doen dat, hè, van die leuke opkomsttunes en dat soort dingen. Wat kost me dat nou? En hij zei, ja, dan moet je maar naar de calculator gaan. En dat ziet er dan dus zo uit. Dat is hartstikke leuk. Dat moet ik een keer proberen. Dus wat zij net hebben gespeeld, zat net onder de 7 seconden. Maar als het precies 7 seconden was geweest, het vloeroppervlak van deze ruimte is ongeveer 400 vierkante meter. Nou, een aantal dagen kun je invullen. Ja, we zijn alleen maar vandaag bezig. Er moet wat geld bij, wat het kost. Entreegeld. Dat is ook wel interessant. Je kunt niet 0 euro kun je invullen, dat kan niet. In de beleving van Buma Stemra moet je altijd toegangsgeld betalen. En dat doen wij niet. We hebben gewoon een partner die het voor u belangrijk vindt dit te doen. Het is 0 gulden, euro, dat kan dus niet. Maar ja, goed, ik heb maar 1 ingevuld. Aandeel, nou 2/3, want ze spelen hem niet helemaal correct. Er zit een nootje net naast en zo. Maar dan kom je dus op €52,50 per opkomsttune. He, dus laten we zeggen, we hebben hier 8 gasten, dan moet ik dus €400 naar Buma Stemra overmaken. Wat zij dan, en ik weet niet hoe, dan weer terugbrengen naar Metallica. Ik moet toch ook nog even kwijt, het blijft natuurlijk ook wel een beetje aan de strijkstok hangen. Dit is een pand, het pand van Buma Stemra. Dat moet ook ergens van betaald worden natuurlijk. Maar goed. Laten we het even terugbrengen naar de praktijk. De muzikanten, hoe gaan die hier nou eigenlijk mee om? We hebben natuurlijk Power to the People, dat is onze vaste huisband. Maar we hebben ook iedere maand een gastmuzikant. Toen hij hier binnen kwam lopen, zag hij al iemand op een Nintendo pielen. Dat is de DS10 Dominator. Dat is zijn artiestennaam. Maar hij is dus ook artiest en maakt heel veel muziek, gebruikt ook spullen van anderen. Dus ik dacht, nou, laat ik hem dan even bevragen hoe hij omgaat met copyright. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Rutger Muller. Hey Rutger, nou welkom. We hebben je bij binnenkomst zien spelen. Straks, als de band verder gaat spelen, ga je ook nog even pielen op je Nintendo. Je bent muzikant van beroep. Je maakt zelf ook dingen. Je herbruikt dingen van anderen. Maar als jouw muziek door anderen gebruikt wordt, hoe zorgt Buma Stemra of Stichting Brein ervoor dat jij daar iets voor krijgt? Om eerlijk te zijn ben ik daar nog niet aan toegekomen. Oh. Ik ben niet geregistreerd bij Buma Stemra. En dus dat is een goede vraag. En daar kom je ook niet zo 1, 2, 3 heel snel achter. Het is niet heel stapgewijs uitgelegd, bijvoorbeeld op de Buma-site. Dat is mijn ervaring. Maar is het meer iets voor grote artiesten dan, die al veel geld verdienen? Ik denk dat het nuttig is als je gedraaid wordt op radio of als je muziek gebruikt wordt in een als achtergrondmuziek bijvoorbeeld bij een uitzending. Dat soort dingen. Of misschien als DJ's draaien, maar ja, ik weet het ook niet precies. Maar hoe verdien je dan je geld? Live shows eigenlijk. DS10 Dominator, dit project. Dan. Ja. Muziek maken, componeren en uitvoeren met een programmaatje voor de Nintendo DS. De muziek die ik daarvoor gemaakt heb, daar had ik altijd bij in gedachten al, hoe ga ik dat vertalen naar een live omgeving. Want het is vooral een dance act. En het programma is heel geschikt om mee te improviseren. Je kan het elke keer weer ietsje anders maken. Je kan het uitrekken, je kan keyboard spelen, noem maar op. Alles zit als een studio verpakt in de Nintendo DS. Yes. En ja, waarom het werkt, waarom je iets kan verdienen met live shows, is denk ik omdat je mensen iets kan bieden dat ze, dat kunnen ze niet downloaden natuurlijk. Dat is zelfs al zo bij bioscoop. Bezoek. Ja. Bioscopen stromen nog steeds vol, al downloaden mensen alles van torrents. Oh, dus je biedt iets extra's, het live is meer dan... Want ik las inderdaad ook laatst in de metro dat de prijzen van kaartjes, zoals hier in het Paard van Trooi, maar allerlei live podia, zijn wat hoger geworden, omdat inderdaad artiesten steeds meer gewoon verdienen aan live en niet aan de copyright van hun muziek. Maar als ik nou bijvoorbeeld naar jouw show ga en Andries gaat mee en we gaan er staan filmen, we nemen het allemaal op en we zetten het op YouTube, wat ga jij dan doen? Dat vind ik natuurlijk prima, want dat is alleen maar aandacht. En het is geen vervanging voor mijn album. Dat overigens staat al mijn muziek gratis online. Dus, okay. Maar zo'n filmpje, dat is alleen maar promotie natuurlijk. Maar er zijn ook gevallen van mensen die hebben het
in hun gevoel gratis weggegeven. Bijvoorbeeld laatst ook een e-book, werd gewoon op internet gezet, alsjeblieft. En er ging toch Stichting Brein, ging er achteraan om geld te krijgen van mensen die downloaden. En ik weet niet of dat ook bij de auteur terecht is gekomen. Wat vind je van zo'n situatie? Dat lijkt me vreemd. Ik weet niet hoe dat boek dan... Het is iemands eigen boek? Ja, die had een e-book op internet gezet. En die kwam dus later achter dat Brein dus toch via een of andere weg daar geld voor ging vragen. Terwijl hij het zelf gratis aanbood. Ik wil voorstellen dat er met jouw muziek gebeurt. Ja, dat zou ik niet begrijpen. Nee, dat is een beetje raar. Ja. Hey, en als jij nou zelf muziek van anderen gebruikt, je zou ook wel eens wat kopiëren of wat nadoen. Heb je daar wel eens gedonder mee gekregen? Nou, ik ben met een project bezig. Dat is samplend uit klassieke muziek en techno samen. En ik denk dat er altijd... Het gaat mij meer om een ethische grens dan om een... alles moet maar in een wet gevangen worden natuurlijk. Maar ja. Je gebruikt sowieso, bouw je als componist of als wetenschapper, maar eigenlijk geen verschil. Je bouwt altijd op, je staat op de schouder van giants, zoals ze zeggen. Je, ja. 90% is al eerder gedaan. En, dus ik zie niet in waarom een directe opname, een sample, anders is. Als je er echt creatief iets anders mee doet. Ja. Cut them up, mix them up, dat is cultuur. Ja, klaar. Maar... Ja, er zit altijd dat is natuurlijk de kunstzinnigheid. Waar zit de grens? Ja. Dat is lastig. Ik voor mezelf ook altijd, zijn altijd dilemma's als artiest. Okay. Blijven vragen. Maar. Nou, je bent natuurlijk vooral een man van de live muziek, begrijp ik. Ja. Straks, over een paar minuutjes zijn we klaar. Dan gaat Power to the People nog even verder spelen. En jij gaat op de Nintendo DS verder, hè? Ja. Okay, nou, daar zien we naar uit. Ja. Dames en heren, hartelijk applaus voor Rutger Muller. Ja. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze tweede Tech Talk Late Night over internetvrijheid. Maar zoals elke maand doen we altijd aan het einde nog even de partner die dit gefinancierd heeft. Nou, en voor deze avond hadden we Stichting Internet Domeinnaam Registratie, die de 5 miljoen.nl adressen beheert, dus een onafhankelijke stichting, bereid gevonden om deze avond voor ons te betalen. Een hele belangrijke club, die zorgt ervoor dat het internet ook bereikbaar is in Nederland. Dat we als Nederland ook op het internet staan. Ik ben ook blij dat vanuit SIDN, dus de Manager of Research, even snel kon reageren op deze avond. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Christian Hesselman. Christian, ja, het is een beetje verwarrend. Christian. Ja. Maar goed, u houdt ons wel uit elkaar, hoor. Eén zonder haar, één met haar, zoiets. Dankjewel. We zijn wel een beetje van dezelfde leeftijd, geloof ik. Ja. Dat zou kunnen. Je bent manager research bij SIDN, maar je zit ook in MT. Wat is SIDN, als je dat even kort samenvat? Wat is jullie rol in de Nederlandse samenleving, of eigenlijk de informatiesamenleving? Ja. Nou, je hebt het net al een klein stukje uitgelegd, Chris. Wij zijn de beheerder van .nl. Dat betekent dat wij alle .nl-domeinnamen in Nederland onder ons beheer hebben. En dat houdt weer in dat als je een .nl-domeinnaam registreert, dat die uiteindelijk bij ons in onze systemen terechtkomt. En dat wij hem wereldwijd ontdekbaar maken op internet. Dus als jij waar ook de wereld techtalk.nl intikt, dan zorgen wij ervoor dat je bij de juiste pagina terechtkomt. En dat verloopt via het systeem wat Jaap Henk zo net beschreef, het domain name system. En hoe worden jullie nou betaald? Wij worden betaald uit de domeinnamen. Wij werken samen met onze tussenpersonen. Dat zijn zogenaamde registrars. Mm-hmm. Die hebben contact met de consumenten. Die verkopen domeinnamen en wij betalen een deel daarvan betalen ze aan ons. Okay, en van dat geld beheren jullie de spullen, administratie, dat soort dingen. En soms ook binnen zo'n paragraafje maatschappelijk verantwoord ondernemen, noemen we dat dan. Doen jullie ook dit soort dingen. Wat vond je ervan vanavond? Nou, ik vond het een heel erg interessante presentaties, moet ik zeggen. Mooie locatie ook. De twee dingen die mij opvielen, die er voor mij uitsprongen, waren de presentatie van de mevrouw van de RDW. Wat ik daar interessant aan vond was dat ICT en internettechnologie wordt gebruikt om een maatschappelijk probleem op te lossen. In dit geval mobiliteit. En je ziet dat de ICT dan bijdraagt aan sustainable maken van de samenleving. En doordat we allemaal een stukje vrijheid opgeven, maar wel collectief
kunnen we wel collectief bijdragen aan een meer duurzame planeet en een meer duurzame samenleving. Dus dat vond ik een erg interessante. De tweede die ik erg interessant vond, maar dat was eigenlijk meer een opmerking die Jaap Henk Terloos maakte, dat was dat ze op de Universiteit Nijmegen een opleiding cybersecurity aan gaan bieden. Ik denk zelf dat dat vanuit in ieder geval het SIN gezien een erg belangrijke ontwikkeling is. We zien dat cybersecurity steeds belangrijker wordt om het vertrouwen van de consument en van de burger en het bedrijfsleven in het internet op een hoog niveau te houden. En ik denk dat een opleiding cybersecurity daar flink aan bij kan dragen. En wij zitten zelf ook, als organisatie, zijn we ook actief op het gebied van internetveiligheid. Oh, en wat doen jullie op dat gebied? Nou, we hebben afgelopen mei, dat is een paar maanden geleden dus, hebben wij een beveiligde variant uitgerold van het systeem wat Jaap Henk net beschreef. Dat was het DNS. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat als jij www.techtalk.nl indiept, dat je ook daadwerkelijk bij jouw website uitkomt. Okay. En niet dat er iemand tussenin kan zitten die jou ongemerkt naar een andere website leidt. En dus die technologie die draagt bij aan het veiliger maken van het internet en dus geeft het weer vertrouwen in het internet voor burgers en consumenten. En dat is weer goed voor de socio-economische ontwikkeling van Nederland. Oké. Okay. Je bent zelf computerdeskundige ook. Ja. Oké. En als hoofdonderzoek leid je ook dit soort projecten die dan ook onder SIDN vallen. Nou, leuk dat je het zegt, want de volgende Tech Talk, 4 december, gaat ook over veiligheid. Wat er allemaal gehackt wordt, gekraakt. Hoe je dingen beveiligt, waar het misgaat. Alle ellende die we op de PC en de Mac hadden, komt nu ook op de mobieltjes. We gaan ook kijken hoe ICT ingezet wordt, juist om de veiligheid te vergroten. Dus wat de agenten allemaal doen, wat u thuis voor spullen kunt ophangen om de boel te beveiligen. Veiligheid, de volgende keer. Dus bedankt voor dit bruggetje even naar het thema van de volgende maand. Graag gedaan. Nou, ik vond het hartstikke fijn om met jullie samen te werken. Ik hoop jullie gauw weer terug te zien bij Tech Talk Late Night. Maar eerst nog even een hartelijk applaus voor SIDN en Christian Hessels. Dankjewel. Ja, dit is ook een beetje een soort trend, weet je, in de samenleving. Van, u ziet in de media, ziet u allerlei dingen die worden als objectief gepresenteerd. Hè? Maar ja, als er een omroep achter zit, die heeft een ideologie, onze commerciële omroep is wel eens wat verkopen. Wij zoeken onafhankelijke clubs, stichtingen, verenigingen, dat soort clubs die dan zich maatschappelijk betrokken voelen rondom het internet. En die betalen we dus en daardoor kunnen we hiervan meegenieten. En daar zijn we dan gewoon open over, dat kan. Hè? Het is ook een beetje zoals de sfeer van het huidige kabinet. Je hoeft niet links of rechts te zijn. Kan allebei. Goed. Nou, we zijn er doorheen. Ik wil nog even wat mensen aan het woord laten voordat we straks naar de jam-sessie gaan. Want u heeft natuurlijk een hoop over u heen gekregen. Wat reacties graag. Vraag ook een beetje aan de sidden man. Want ik heb begrepen dat top-level domains, de dotcoms, dat er een hevige discussie gaat in Amerika om dat onder overheidsnormen te gaan stellen. En omdat er dus ook blokkades niet meer nodig voor een PirateBay.com lokaal. En dan kunnen we dat gewoon lekker internationaal gaan bannen. En ik vraag me af of dat bekend is in bepaalde sferen. Ja. Ik weet niet of de man van Sidden daarop iets kon... Sico bedoel je? Nee, van Sid. Oh, en SIDN bedoel je? SIDN. Oh ja, daar komt hij alweer, Chris. Sidden, ik denk, wat is dat nou? SIDN? Bekend is of dat het waar is? Of dat het echt geruchten zijn? Dit specifieke voorbeeld weet ik niet, maar daar kan mijn collega Sigrid Springer, die kan je daar veel meer over vertellen. Waar is die? Oké. Dat vind ik natuurlijk wel een hele bizarre ontwikkeling, hè? Dat op een gegeven moment de overheid zich gaat moeien met top-level domains. En dan wordt het wel gigantisch interessant. Want dat is natuurlijk een discussie die nu plaatsvindt in Baku, waar Christel al eerder over had. Ja. Wij strijden daar als SIDN ook mee om dat tegen te gaan, die toenemende drang van overheden om controle uit te oefenen. Het specifieke voorbeeld wat je geeft over .com is niet bekend. Het is wel heel duidelijk dat .com ligt onder beheer van VeriSign. Ja. Die verdienen daar ontzettende klap geld mee en die hebben ook heel veel invloed op hoe er naar .com vanuit bijvoorbeeld de ICANN gekeken wordt. Mm-hmm. Maar ik zie dat niet gebeuren, dat het naar de Amerikaanse overheid gaat. Nou, absoluut dat is een geruststelling in ieder geval. Ja, vind je dat interessant? Oké, heren, ik wou het hier even bij laten, want we zijn nog verschrikkelijk uitgelopen. Ik beloof je, de volgende keer zijn we om 10:00 klaar, hoor. Dat is echt, we hadden wat dingetjes. En ik vind het ook gewoon te gezellig en dan vergeet ik de tijd wel eens. Sorry. Ik zou voor de twitteraars nog even een boek uitreiken. Ik heb net even gekeken, ik zal ze niet meer samenvatten, maar een Maasman...
Huppelepe M. Ed Maasman of zoiets. Is die er nog? Oh, die zit daar. Hallo, hallo mevrouw. Ja, u heeft zoveel getwitterd. Nou, u kunt het natuurlijk allemaal teruglezen op Twitter. Dat is leuk dat dat zo openbaar is. Maar ik vond dat u toch wel het meeste en het leukste ook had getwitterd. Alsjeblieft. Ja. Oh, oké. Okay. Alsjeblieft. Goed. Nou. Vandaag zit erop. We zijn uitgepraat over internetvrijheid. Zoals ik al zei, volgende maand, eerste dinsdag van 8 tot 10, internet talkshow Tech Talk Late Night gaat over veiligheid. Dan is HCC, dat is de Hobby Computer Club, die moet u vooral niet onderschatten, 70.000 leden hebben die mensen maar liefst. Grootste computerhobbyclub van Europa. Oh, er zit hier al een aantal leden. Ja, Nico is ook lid, leuk. Gaan we het hebben over veiligheid. Dus inderdaad, wanneer gaat het echt helemaal goed mis? Al die ellende die je op de pc hebt, die krijg je ook op je mobieltje. En dan gaan we gaandeweg de avond een beetje opvoeren naar echt cyberwar. Hè? Dus hoe landen elkaar via internet gaan aanvallen en dat soort dingen. Maar ook hoe IT gebruikt wordt om je eigen veiligheid te waarborgen. Dat dus volgende maand. Maar over 2 weken hebben we nog Spinoza te paard. Nou, ik zie al een paar mensen die ook bij Spinoza te paard komen. Dan hebben we Joep Leersen, die gaat spreken over de uitvinding van de nazistaat. Er liggen hier flyers, dat is iets heel anders dan dit. Dan hebben we gewoon 1 wetenschapper die een lang verhaal vertelt. En ik begeleid dan een publieksdiscussie. Mensen komen op het podium, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Bar is dan ook weer open. Dus elke eerste dinsdag van de maand Tech Talk Late Night. Elke derde dinsdag van de maand Spinoza te paard. Voor u naar huis gaat, wil ik u nog het volgende meegeven. We hebben gesproken over internetvrijheid. Wat kan, wat mag allemaal? En dan gaan we toch kijken naar de gevaren, de blokkades, de ellende, waar gaat het mis? Maar waarom is het nou zo mooi dat je vrij dat net op kunt gaan, dat je naar YouTube kunt gaan, filmpjes erop kan knallen, eraf kan halen? Ik ben op zoek gegaan naar een filmpje waarvan ik dacht van, nou, dit is voor mij nou het ultieme gevoel van internetvrijheid. Toen kwam ik uit bij een Katiman, die komt uit Israël. En wat doet Katiman? Die verzamelt dus filmpjes van, nou, ik zou maar zeggen, een beetje eenzame muzikanten. Die zetten een camera neer, die gaan een beetje spelen van, nou, dit ben ik, geef drumles. Of kijk, dit is een leuk loopje op de bas. Die hebben 1, 2, misschien 3 hits, afhankelijk hoe groot hun familie is. Hij verzamelt dat. Er zit geen copyright op, wat dan ook, is allemaal Creative Commons. En maakt daar de meest geweldige nummers van. En ik dacht, ik begin met eentje waar ook een trompet in zit. Want we hebben vandaag Roland Smeets die meest toetert op de trompet. Dus nu we naar de bar gaan, wat gaan drinken, wat kletsen, wat netwerken, wil ik afsluiten met Katiman. Tot de volgende maand. Well, what can I do? You can play that 16th note groove just straight. Going, you'll be amazed. Okay. Do it again. All right. A little more than one guitar part. There'll okay. be somebody playing single notes, somebody playing chords, and they'll mix them together. Okay. And let's just pick the mother of all funk chords. Let's pick a 9th chord.